Ja, we beginnen in Hengelo structurele verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen, herinvoering van de statuslening. en steun aan clubs en buurthuizen om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Soma drie moties waarmee de Hengelose gemeenteraad woensdagavond gisteravond dus instemde. Belangrijkste agendapunt echter was de beleidsbegroting 2023-2026. Beleidsbegroting. Ja, verslaggeven. Franklin Veldhuis, jij volgde de algemene beschouwingen in de Hengelose raad. welkom. Hai, hai. Ja, de, de, de beleidsbegroting. Ja, ik, ik ken dat uh, van Enschede natuurlijk. Uh, lag je voor twaalf uur in bed? Wat uh, zijn meestal al lange vergaderingen? Ja, nou, ik weet niet hoe het Enschede is. We beginnen in Hengelo ook op tijd. Dus uh, vijf uur s middags. Dan even een pauze. Uitgebreid uh, eten met z'n allen. Altijd en, uh, goed. Uh, Als ja, ja, je Nee, ik was er zelf niet bij. dus oh. ik, uh, Het eerste deel heb ik aan mijn collega Emiel overgelaten. En het tweede deel heb ik gedaan. Want dan blijf je nog een beetje scherp uh, al die uren. En, uh, maar het was op zich best, uh, het best, best te doen ja, ja, ja. Maar, het, om je vraag terug te komen, ik lag om half twaalf, kwart voor twaalf, volgens mijn bed. Dus Oké, okay, dat, ging dat zijn schappelijke tijden. En er ja. zijn alle stemmingen en, en alles afgerond. Dus alles afgerond. niet dat je nog een dag later moet terugkomen. Nee, nee, nee. Nou, dan kijk dat scheelt. Wat is uh, zo'n zo begroting? Dan, nee, ik zeg dan half twaalf, dan is het nog wel redelijk laat. Maar was het een, een, een hamerstuk? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, op één partij na, op één fractie na, was iedereen het ermee eens. Alleen de SP uh, heeft tegengestemd. Wel in de wetenschap dat hij er door zou komen waarschijnlijk. Het is een beetje voor de bühne. Dat doet de SP natuurlijk wel vaker. Uh, zij zijn, dat, dat weten we al langer, tegen het hele plan op het gebied van sociaal domein. Zij willen het niet dat er uh, geld bezuinigd wordt daar op dat, uh, op dat vlak. Het college noemt het geen bezuinigingen trouwens, hè. die hebben het over uh, omvormingen van het beleid. Uh, nou ja, allerlei mooie dure woorden om aan te geven dat het meer met vrijwilligers moet, meer met mantelzorg en minder met professionele krachten. Ja, omvormen, dat soort dingen. Uh, meer op eigen kracht. Dat zijn eigenlijk uh, meestal synoniemen voor bezuinigingen, toch? Uiteindelijk wel, maar goed, ik snap het ook wel. Er moet natuurlijk, we worden ouder, uh, vergrijzing, uh, er is straks veel minder uh, mensen die in de zorg werken. Dus er moet ook wel uh, wat gebeuren op dat gebied. Ja, ja. En, en, maar opvallend, SP is dus dan, uh, ja, die, die trekt sowieso een beetje fel van leer toch in Hengelo. Dat is toch echt uh, de partij die, die nu ja, het vaakst op ja, Gelukkig wel, want de, de, de meeste, het is toch een vrij gezapige avond in Hengelo. Als, als, je, als je gelijk met Enschede, waar toch af en toe wel op het scherpst van de snede wordt gedebatteerd. Moeten we het hier in, in Hengelo toch vaak wel van de SP en ah. nog een paar andere uh, oppositiepartijen hebben? Um, ja, het, het zijn niet de, de spannendste bijeenkomsten over het algemeen. Niet, maar Hanneke Steen, de wethouder, mm -hmm. die financiën? Vindt het, uh, financiën, die vindt het de politieke hoogmis van het jaar. Ja, ja nou ja, zij geniet ervan. Uh, zij is ook niet van niks wethouder financiën natuurlijk. Dat is uh, iets waar ze uh, van droomd, uh, gedroomd heeft, denk ik, al, al haar hele leven dat ze deze functie mag vervullen. En ze, ze genoot er ook echt van... Uh, Anders gebruik je zo'n woord niet, politieke hoogmis. Ja, ze zei het ook zelf tijdens de vergadering? Ja, 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 okay. ja, ja, ja. ja maar dat, 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 dat zou ik ook wel durven zeggen als wethouder, als je eigenlijk vrij weinig tegenspraak krijgt uh, vanuit de raad. Ja, het zal allemaal goed in ja. met zijn van tevoren, ja. denk ik. Dat, dat bleek wel. Ja, ja. maar als, als het dan in feite, ja, Hamerstuk, dat is een beetje lacherig natuurlijk, maar als ze als maar één partij tegenstemt, hoe kan het dan dat het nog half twaalf wordt? Omdat er nogal wat moties waren. We hadden er een stuk of 17, dacht ik, een paar amendementen. Dus er waren wel wat uh, leuke discussieonderwerpen. Uh, uh, dat nog wel? Dat nog wel, gelukkig wel. Hm. Uh, en die werden ook uh, voor een deel uh, aangenomen. Uh, ja, uh, ook vaak wel zonder al te veel gedoe. Maar daar werd wel over, ge daar werd wel over gepraat. Dat, 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 dat maakt het juist wel weer leuk. Dat het niet één agendapunt is waar er heel veel getallen en allerlei statistieken naar voren komen. Maar dat er ook echt concrete onderwerpen worden genoemd. Uh, zoals. Uh, Afval, uh, wat hebben we allemaal? Uh, een starterslening. Um, nou, hondenbelasting komt elk jaar voorbij trouwens. Die, die is standaard kun je, denk ik, overal waar de hondbelasting nog is, kun je die uh, vast noteren bij, ja, voor de volgende ja, vergadering. Ja, 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 ja. hey, maar we gaan dan zo even wat langslopen. Moties en amendementen, en daar werden er heel wat van ingediend. Even, moties en amendementen zijn nou ja, toevoegingen of aanvullingen op een begroting. Hey. Dat, dat zit een verschil in, maar in feite betekent dat je een aanvulling doet op de begroting die er ligt. En er zijn voorstellen vanuit de raad om, om dat te bewerkstelligen. Ja. Um, Even kijken, ja, ik, ik, ik moet even... Dan is uh, um, uh, bijvoorbeeld iets over toegankelijkheid gezegd, lees ik uh, mm -hmm. hier. Ja, um, ChristenUnie kwam met die motie. Uh, zij willen graag dat er uh, meer aandacht is voor het toegankelijk worden uh, van een openbaar gebouw, het gemeentehuis. Iedereen moet er binnen kunnen, of je nu een rolstoel hebt, of blind bent, of wat dan ook. Maar dat kan nu niet? Uh, volgens mij kan het, uh, ja, het is natuurlijk een heel nieuw uh, stadhuis, maar er zijn wel bepaalde wijkgebouwen waar het wat lastiger is. Ja. En daar zou het ook moeten kunnen. Uh, en zij vinden dat er nu eenmalig uh, een bedrag van 40.000 euro vrijgemaakt moet worden. Uh, bovenop een bedrag dat er nog uh, is vanuit een, een eerder potje op dat gebied, 13.000 euro. En daar moet nu eens een keer goed uh, naar gekeken worden dat alles wat er nog gebeuren moet, ook gedaan wordt. En dat die motie werd, daar werd mee ingestemd. Wel door de VVD werd gezegd van dit willen we niet elk jaar voorbij zien komen. Dus het moet nu een keer goed gebeuren. Het moet niet te, te, te toegankelijk worden. <laughs> nee. Nou ja, dat weet ik niet. Uh, 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 waar stel je daar bij voor, te toegankelijk? Ja, ja goed. Zelfs uh, als nee. jij naar binnen kunt. <laughs> ja. ja. Dan moet je die hebben. Zijn nee. Nee, nee, maar ik bedoel, uh, uh, um, dit zijn toch dingen die je ook moet zorgen die goed geregeld zijn, denk ik dan. Uh, daar kan toch bijna niemand tegen zijn. Dat bleek ook wel, want uh, anoniem, unaniem, volgens mij, of niet? Ik kan zeggen, anoniem, maar uh, volgens mij is die, uh, is die er zo doorgekomen zonder. Probleem. Ah, oké. Okay. Ja, oh, oké. Okay. Ja, oh, ik dacht heel. dat er dan uh, nog wel uh, een partij was die had gezegd: van uh, dat uh, daar stemmen we niet in meer. Nee, maar oké. Okay. Nee. Zijn er nog meer van die unanieme moties? Uh, ja, er is van Pro Hengelo de, de motie voor een circulair ambachtcentrum bij Twente Milieu. Dat is op het uh, milieu, uh, hoe noem je dat? Milieu. dat een hele mondvol. Ja, uh, Zij willen dat daar uh, wordt geïnvesteerd in uh, het uh, verwerken van uh, afval. Dus afval moet grondstof worden. Um, en daar is, ook al was dit een makkelijke motie hoor, want uh, dat geld is er al. Er is namelijk uh, subsidie beschikbaar gekomen. De gemeente Hengelo heeft dat geld volgens mij zelfs al. Moet er een uh, actie ondernomen worden dat ook, ga ook gaat gebeuren. Dat ze dat park gaan ombouwen tot een, uh, wat het nu is, een afvalput, tot een soort van uh, ja, uh, het goed uh, uh, repaircafé-achtige functie waarbij dingen dus een nieuw leven krijgen. Het is dus gewoon een normale milieustraat zoals ze die kennen. Je gaat mm -hmm. er met de aanhangwagen naartoe, ja. maar dan zijn daar ook al bedrijven gevestigd, of bedrijven of organisaties die al kijken van uh, uh, of het wel de overheid moet of dat ze er wat meer mee kunnen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat, 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 dat stemde dus zelfs ja, uh, ja. uh, uh, duurzaamheidskritische partijen in mee. Zelfs dus. Forum was voor. Uh, daar komen we straks nog even over te spreken over Forum. maar er, er was inderdaad uh, uh, ja, brede consensus op dat gebied. Uh, afval moet grondstof worden. Ja, het is echt een, een hengel ingoot, feest. Allemaal vrienden. Daar. Ja, ja, ja. Weet ja, ja, je. Ja. 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 Het was ook een motie die wat minder uh, de handen op elkaar kreeg. En dat was eigenlijk wel een hele sympathieke. Het verstrekken van gratis ontbijt op Hengeloze basisscholen. Ik weet niet ja. hoe het in Enschede geregeld is nu. Er zijn een aantal scholen volgens mij waar het gebeurt. Ja, er zijn wat initiatieven. Zoals in Glanenbrug uh, ja, gebeurt dat. Armere ja. wijken. Ja, Hengelo heeft die wijken niet. Of uh, in elk geval uh, willen ze er nog niet aan bij de gemeente. Want ze zeggen uh, er de, de komen landelijke initiatieven op dat gebied. En daarbij werkt het ook stigmatiserend. Je moet wel oppassen dat je een goed uh, plan maakt dat alle kinderen het aangeboden krijgen. En niet alleen kinderen die het uh, echt nodig hebben. Want dan worden die kinderen natuurlijk weer, uh, die krijgen een stempeltje. Dat ja. moet je niet willen. Dus daar wordt nu nog over nagedacht. En daar is de Hengeloze Scholenstichting uh, Symbio is daarmee bezig om daar een mooi plan voor te maken. Uh, vandaar dat deze motie nu even terzijde is geschoven. En op een later moment misschien alsnog eens uh, uh, wordt... Oké, okay, dus hebben we ook nog niet echt signalen dat het in Hingelo uh, heel erg nodig is of zo? Het kan best nodig zijn, maar het is niet duidelijk in hoeverre. En ja, en, en, ja dat is echt nog achter de voordeur nu. Ja. Ja. Oké. Okay. De statuslening kwam ook voorbij? Ja. Uh, afgeschaft zes jaar geleden. Ik weet niet waarom die toen is afgeschaft. Of er geen geld was of dat niet meer nodig was. Maar in elk geval, nu is het weer nodig uh, voor status. Um, die wat willen op de woningmarkt. Is heel moeilijk, zoals je, zoals je weet. Ja, Huizenprijzen zijn enorm gestegen. Dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn waarom. Uh, waarom die nou weer nodig is, maar misschien ook wel waarom die is afgeschaft, omdat toen uh, zat je misschien wel. Nou, was het een dieptepunt? Nou, zat het misschien in een minder moment van de ja. markt. Ja, ja, ja. Maar goed, nu uh, wordt er gezegd van, er wordt veel gebouwd. Um, ik heb het hier staan, even kijken. Uh, niet alleen voor status. De, de, de... Oh ja, de VVD is is tegen tegen zo'n statuslening, omdat zij vinden dat um, het wel meevalt in Hengelo. De rente stijgt, uh, de, het aanbod aan woningen stijgt, dus er is voldoende. Dan zullen de prijzen ook al dalen. Maar dat gaat mondjesmaat, het gaat, mondjes maar, het gaat niet echt heel hard volgens mij. Maar die starterslening gaat er wel komen. Dus uh, zonder de stem van de VVD gaan de uh, status weer wat kunnen lenen bij de gemeente. Er zijn geen bedragen bij me noemen bij die leningen. Ja, nee, die zullen er vast ergens zijn, maar uh, dat dan moet ik een keer terugkomen, denk ik. Nee. Uh, de, 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 de VVD is tegen, zeg je? Mm -hmm. ja. Vanwege prijsopdrijving. Prijsopdrijvend effect. effect. Dus als veel mensen uh, zo'n lening krijgen, dan uh, uh, worden er, zijn er minder woningen beschikbaar. En dan ja. gaan de prijzen omhoog. Ja, het gaat om zulke kleine aantallen dat de meeste partijen zeggen... ja, dat, dat effect gaan we niet zien. Ja, dus denk ik, gewoon even afwachten. Nou, we noemden het net al, de hondenbelasting die kwam ook voorbij... Mm -hmm. Net zoals de afgelopen tien jaar waarschijnlijk. En de komende tien jaar waarschijnlijk. Ja. Ja, er speelt landelijk nog wat op dat gebied, dacht ik. Maar ja. ik weet niet of dat, of dat doorgaat. Dat ja, de belasting sowieso eraf gaat. Het is een hele rare belasting, begrijp ik. Want ja. het, het geld wordt geïnt bij de hondenbezitter, maar het komt vervolgens in de algemene reserve terecht. Dus daar uh, heeft de hondenbezitter zelf niet zoveel aan. En de hond ook niet. Nee, dat is maar een vrij klein deel waar naar die hondenveldjes of die hondenpoepbakken gaat. En de rest komt gewoon in de reserve. En je hoeft geen kattenbelasting te betalen of konijnenbelasting nee. of weet ik veel. Nee. Uh, dat is er dan niet. Dus nee. alleen puur voor de hond. En maar maar gaat, die, gaat die nou van tafel, Hingelo? Nee, het blijft gewoon bestaan, want dat is 6 ton per jaar. Dat kunnen ze goed gebruiken. Ja. Uh, en anders moet het ergens anders vandaan komen. Um, ja. Maar Vanaf... waar, waar hadden ze vandaan willen halen? Ja, uh, gewoon de, uit uh, de algemene middelen? De, de zaakbelasting ja. wordt steeds genoemd, maar ja. daar zijn natuurlijk de rechtse partijen niet zo blij mee. Dus uh, uh, dan uh, ja. Ja, uh, Nee, dat is precies hetzelfde wat er deze week in Enschede gebeurde. Ook OK heeft dat niet gehaald, omdat hmm. ze uh, de ene belasting eraf willen halen en dan de andere belasting willen verhogen, namelijk de OZB. Ja. Uh, nou ja, daar krijg je dus geen meerderheid voor. Tenzij alle huisbezitters een hond hebben, dan wordt het ja. misschien makkelijk. <laughs> ja. 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 We moeten het ook over onszelf uh, hebben. Ja, Dat ja, is helaas. toch ja. gemakkelijk ja. altijd. Hè? Ja. Ja. In Twente-Hengelo was onderwerp uh, van discussie gisteren. Kun je daar wat meer over zeggen? Uh, ja, er lag een motie. Uh, 50.000 euro extra voor, uh, voor de omroep uh, volgend jaar. Uh, om ja, uh, te werken aan uh, meer body, continuïteit van de, van de omroep... Uh, Lokale journalistiek en daarmee de democratie versterken. Want uh, dat is wel nodig als je tenminste gelooft dat je daar als uh, omroep een rol in speelt. Ja. En dat denken wij wel. Jarenlang uh, gedoe geweest in NSG, Een jaarlang proces. En in Hengelo. Um, ja, het proces nu of tenminste. Hopelijk graag ietsje sneller in Hengelo. <laughs> maar uh, ja, de raad heeft er wel mee ingestemd met die 50.000 extra. Maar wij wilden als omroep, dat wil zeggen onze directeur, wilde graag ietsje meer. En daar mag hij de komende maanden voor gaan vechten om te, te laten zien. Met een goed doortimmerd plan. Uh, dat er inderdaad uh, meer nodig is. en dat, dat we daar ook recht op hebben als omroep. Want er ligt geen plan? Uh, Flip van Willigen, onze directeur, zegt van wel. De raadsleden zeggen van niet. Uh, wie zou jij geloven? <laughs> ja, ja, dat is een gewetensvraag, uh, Freekwin. <laughs> ja, ja. Hij luistert ik, toch niet meer. De directeur, natuurlijk. Ja, nee, ja. nee, maar, nee ik heb begrepen. er ligt, er ligt een plan. Maar uh, goed. Uh, er moet voor een heel jaar eigenlijk. Uh, uh, ja, dit is een half jaar. En dat is, is, is leuk. Is goed voor de redactie. Is goed voor jullie. Maar. Uh, ja, wil je er is wat, dan nodig. is er ja. meer nodig. Het we hebben een fragment trouwens van die, uh, vanuit de raadsvergadering. Ik weet niet of het klaarstaat. Het college heeft aan 21 gevraagd met een plan te komen. Goed onderbouwd, waardoor we in de politieke markt met u juist de discussie kunnen voeren over de meerwaarde van de lokale journalistiek. En welke verwachtingen u hiervan heeft en welke doelen u daar ook aan wilt stellen. Dus waar moeten zij dan aan voldoen? En tot nu toe hebben we nog geen hengeloos plan mogen ontvangen. De wethouder zegt, ja, ze hebben nog geen plan. Ik wil eigenlijk wel zeggen dat ik ongelooflijk trots ben op 1 Twente. Enschede en Hengelo. De samenwerking daar. Als ik zie wat een kwaliteit daar geleverd wordt... ik zou daar grote complimenten voor geven. En ik vind dat ook heel wat anders in een trendbreuk met Radio Hengelo Oude Stijl. Dus ik, wil echt, ik, ik, ik verwacht toch een beetje van deze raad dat jullie zeggen van geef ze een kans. Natuurlijk hebben ze een subsidie gehad, daarmee hebben ze goed werk neergezet, maar dat smaakt naar meer. En ik pre preek niet voor eigen parochie, want ze schrijven soms ook leuke dingen over de VVD. Hier SP-raafdit Vincent Mulder, die duidelijk op de hand is van Eentwente. En daarvoor uh, hoorde je en zag je uh, voor de kijkers uh, die meekijken, de wethouder Marius helutte Holt, die toch nog haar bedenkingen heeft en graag een plan wil zien wat er wel of niet is. Nou, dat gaan we de komende maanden blijven volgen. Uh, van een afstandje, maar toch, ja, het is toch heel dichtbij. We, we, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen, Franklin. Um, ja, je ja, zag net al, Vincent Mulder van SP was toch een beetje het kritische, kritische geluid. Voor de rest was het een beetje allemaal dat je denkt, van, nou, mooi insgezind. Zelfs Forum voor Democratie, een constructieve houding in, die, in de gemeenteraad, PVV eigenlijk ook. Dus die hebben ook allemaal ingestemd met die begroting. Hoe doet Forum voor Democratie het eigenlijk in de eerste maanden? Uh, eigenlijk best goed. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk hun stokpaardjes waar ze uh, uh, tegen moeten zijn. En daar is uh, Brian Geershuis, onze uh, forumman ook... Uh, ja, op die lijn zit hij ook echt wel. Uh, hij is niet van de, uh, de, de klimaattoestanden uh, en dat soort dingen. Maar hij wil best wel in het belang van Hengelo en de Hengeloers denken. Dat, dat merk je heel erg, dat hij uh, uh, constructief uh, bezig is. Ja, en daar gaat het toch ook uh, eindelijk om als je raadslid bent. Ja, ja, je kunt wel denken aan. Ik ga Thierry Baudet nadoen. Na maar uh, hij, doet echt, hij is echt zichzelf. En hij zorgt dat in Hengelo. Uh, nou ja, in elk geval het geluid van de, de stemmers van Forum uh, gehoord wordt. Oké. Okay. Ja. En die zijn er nog in Hengelo. Nou, in elk geval zoveel dat een ja, raad Genoeg voor hebben. een zetel. Ja, daarom. Ja. Franklin, uh, we gaan blijven volgen. de prikkel in Hengelo. In ieder geval een half jaar. Maar dat gaat ongetwijfeld nog wel langer. Ja. Uh, bedankt. Graag gedaan.